In 2023 waagde de familie Kraan de Sprong naar Luxemburg, vastberaden om daar een nieuw hoofdstuk te beginnen door een eigen camping op te zetten. De KRO en CRV heeft de familie gevolgd in het programma Een Huis Vol Emigreert, waarbij de nadruk ligt op hun avontuurlijke reis en de impact ervan op het gezin, vooral op de kinderen. Het idee om te emigreren begon te broeien in 2022, toen de familie een bezoek bracht aan het pittoreske Mersch in Luxemburg. Moeder Linda herinnert zich dat ze daar de kinderen vroeg wat ze ervan zouden vinden om daar te gaan wonen, en tot haar vreugde vonden ze het fantastisch. Echter, eenmaal terug thuis leek het alsof de opwinding snel was vervlogen. Vader Ivan benadrukt het belang van het betrekken van de kinderen bij grote beslissingen. Aan de eettafel, het centrum van gezinsbesprekingen, delen ze ideeën en meningen. Het vermijden van last-minute verrassingen is voor hen essentieel en het gezin hecht waarde aan open communicatie. Ivan blijft nuchter, zelfs als de emigratiedroom zou vervagen. Voor hem zou het een leermoment zijn voor de kinderen, een les over toewijding en de onvoorspelbaarheid van het leven. Het idee dat hard werken niet altijd leidt tot het gewenste resultaat is een waardevolle les die ze graag met hun kinderen willen delen. De beslissing om naar Luxemburg te verhuizen is echter niet zonder uitdagingen. Het meest pijnlijke aspect voor Linda is het feit dat haar oudste zoons, Sam en Quinte, in Nederland achterblijven. Werk en relaties hielden hen daar, en hoewel het een emotioneel struikelblok vormt, heeft de familie besloten vast te houden aan hun Luxemburgse avontuur. De camping in Luxemburg is voor hen een bron van vreugde en tevredenheid. De kraanfamilie omarmt het onbekende met open armen, met de overtuiging dat zelfs als plannen veranderen, de reis zelf waardevol is. Het avontuur in Luxemburg gaat verder en markeert een nieuw begin voor dit onverschrokken gezin dat zichzelf blijft heruitvinden.